Ja, jongens, geen doog natuurlijk van dat we naar de overkant gingen. Maar ik zie nou hier net iets. Ik kan het niet goed spreken. Een lei is inderdaad iets wat ze in Antwerpen tegenkomt. Dat is een soort van stroot, hè. Maar waarom dit nou in Blitterswijk het parkeerparadijs van Antwerpen zou je moeten zien? Ik ben ze benieuwd. De oprit is leeg. Dus het zou maar kunnen dat er niemand toe is. Henk en Nico Snijders. Robin, Bart en Pim. Dat is dan een kans van 20% dat er een toe is. Ik zeg ook maar wat hier. Ik ben er bang voor. Oeh, kijk. Er is wel iemand stoes. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hi. Bas van der Zwaan. Hi. L1, programma onderweg. Ja. Kent ze het? Ik ken het wel, maar ik zit eigenlijk net in de vergadering. Domme. Die ben Henk. Ja. Misschien. En als ik nou zeg dat ik mijn huil even nodig heb. Want ja. Ik was beneden. Hoe ging het over? Nou, dat beurtje hier in de zijkant. Oh. Waarom is die een oprit, Henk Snijders, uit Blitterswijk, het parkeerparadijs van Antwerpen? Ja, er zit inderdaad een heel verhaal achter. Nou, wat gewoon. Ik zal het kort doen. Ja. Mijn vrouw die had op de weg geparkeerd in Antwerpen. Ja, wie spreekt ze het eigenlijk goed? De Desguinlei? Desguinlei. Desguinlei. Ja, tenminste zo denk ik het. Oké. Okay. Ja, ja. Die kon de auto niet meer terugvinden. Dus ze had wel de naam van de strode opgeschreven. En toen, ja? Op het eind van de dag moest ze de auto ophalen. En helaas kon ze het niet meer terugvinden. En toen ben ik van heel goed doorheen gereden. Dat meent ze niet. Ja, en toen stond het er gewoon. En dat wordt wel een leuk verhaal, want die strook wordt hier lang. En dat is wel aan de andere kant van een grote oversteekplaats, liep die strook door. Dus het wordt aan de verkeerde kant het zoeken. Dus ja. Maar dan reist ik door naartoe. En wie het? Nicole. Hè? Nicole, ja. Dan reist ik door naartoe. En dan komt ze door, maar... Waarom vindt Sticht de auto dan wel en Nicole niet? Ja, dat is een goeie vraag. Nee, ik had natuurlijk een andere auto bij me en toen zijn we die straat afgereden. En ja, tevoren wordt het een hele lange straat. Dus toen we dachten, dit is het eind van de straat. En toen weer terug en zo op en hier. En was gewoon door. Dus maar dat is het verhaal eigenlijk. Er is maar één keer op en neer hoeven te rijden. Ja, ja. Dus in principe had je hem vrij snel gevonden. Ja, binnen 5 minuten. Met de auto. Uh-huh. Ja. En wie reageerde Nicole toen? Play. Maar dat kan je voorstellen, die anekdote is toch wel redelijk bekend bij de familie. Ja. Ja, daarom dat bordje ook. Ja. Is het bordje aan uw cadeau gedaan op een gegeven moment? Ja, dat heb ik Nicole cadeau gegeven. Ah. Ja. Op de dag zelf, hè? Wordt ze toen ook amused of eerder not amused? Ja, maar dat wordt zelf een beetje in paniek, want het wordt donker aan het weren en het kost het niet meer vinden. Ja. Dus, ja, dan denk ze ook, ja, dat kan er niet waar zijn. Ja, nou... Maar dat is niet gehoord geweest? Dat viel met, ja. Oh. Maar wel 10 keer op en neer gebeld uiteindelijk, nou zoveel oren, denk ik, ja, dat is maar één oplossing, dan ga ik er maar heen. Dus. En Nicole was een dagje shoppen of zo? Of ja, had een cursus toch. Een cursus? Ja. En die was toch alleen? Ja. Ja. Dus had je ook geen hulp om de auto te zoeken? Nee. Godsamme zeg. Ja. En hoe lang is het nog geleden dat dat gebeurd is? Ik denk een jaar of 3. Oh, oké. Okay. Dat is al lang geleden, ja. Maar dat wordt nog steeds verteld op feestjes en zo. Ja. Nou, de Desguinlei, het mysterie in Blitterswijk is bij deze opgelost. Ja. Geweldig verhaal. Ja, wie leven van verhalen? Ja, dat weten ze misschien, hè? Ja. En bist ik een echte Blitterswijkse? Nee, ik woon pas 34 jaar. Dus. Oppas? Ja. Maar niet geboren, nee. Ik ben geboren in? In Wiert. In Wiert? Ja. En Nicole? In Venlo. In Venlo. En wie komt ze dan in Blitterswijk? Nou, ik ben opgegroeid in Siebengewald. En Nicole woont in Bolder. Maar dus, ook dat is allebei nog een heel stuk van Blitterswijk. Blitterswijk ligt in het midden. Dus als we op een neer reden, geen moment stond het hoes te koop. En die komen we langs en zo is het gegaan. Dus, oh, je hebt een tientje gependeld tussen Bolder en Siebengewald? Ja, toen we verkering hadden. 35 jaar. Was dat nog in de tijd van dat ik op een brummerke race of ik zo dan? Ja, een brummerke.
Ik kom hier met mijn kruiler langs, ja. Die ging ze met de kruiler van Siebengewald naar Bolhoor? Ja, ja. Ook in de winter? In de winter en ook stiekem, dat mijn ouders het niet wisten. Dus, Want waarom deed ze dat dan stiekem? Ja, dan mochten we elkaar vroeger niet zo dik zien, hè. Zo wordt het toen nog. Echt hoor? En dat deden we dus toch. Dus, weekend worden nog. Godsamme Henk, zo al wist ik toch nog niet, of al? Ja, hoe? Nou, het schiet toch al op, hoor. Maar de best in de 50, denk ik, of ja, niet? Ja. Ja, toen hoor ik 17. Ja. En Nicole was? 15. Ja. Dit komt me allemaal heel bekend voor. Ja, nee, serieus. Maar die papa en mam die stonden er niet zo op te kijken dat zich dan een Bolder race... Nou, van vrijdag tot zondag wel geen punt, maar door de week, ja, we zaten op school en ja, dat wordt ook belangrijk. Alleen voor mij wat minder. Wie deed ze dat dan stiekem, Henk? Wat was dan de standaard smoes? Ik gewoon een vriend van mij, een paar kilometer weer op een brommer. En als ik dan terugkom en dat hij ergens een grubbevors krijgt en dan zie ik wat woord kurk druk, ja, dan moest ik iets verzinnen. En dat is altijd gelukt. Ja. En dan reed ze naar Bolder toe en dan zoet ze door de... en dan wisten de pap en man van Nicole Walders, die wisten het wel. Ja, ja. En die vonden het geen probleem, daar steek kwoms. Ja. Oké, okay. Kwam Nicole ook wel eens naar Siebengewald toe? Ja, zeker, maar niet door de week. Alleen het weekend. Nee, want die was 15. Dan, dan kon ze niet komen. Nee. Ja, met de bus. Met maar, van Bolder naar Siebengewald met dat openbaar vervoer. Dat is redelijk lastig, ja. Maar, en dan zoet ze door de week zoet ze dan gewoon bij Nicole toe, zoet ze op de bank, keurig netjes met een glaasje prik. Ja, laten we het dan maar ophouden. Ja. En dan toch nog wel een kusje voordat ze naar huis toe ging. Ik weet het. Goddomme man, ja, dan moest ze er, maar ja, voor de liefde moest ze wat over hebben. Ja, we zijn nog steeds bij elkaar, dus ja. En nog altijd, waar is Nicole nou? Is werken. Die is werken. Ja. Wat duidt ze? Ja, is een bordje in de tuin, hè? Ja, zonder reclame te maken, daar hoor ik eigenlijk ook wel beneden hoor. Ze heeft altijd gewerkt in de hulpverlening voor mensen met een beperking en met, vooral met autisme. Ja. Ik heb zelf ook een zoon met autisme. Maar dat... Bart of Robin? Bart. Ja. Bart. Is dat ook de middelste? Dat is de middelste, okay. Ja. Maar dit wordt al gespecialiseerd voordat we Bart kregen, dus dat is allemaal een toevalstreffer. En dat is een paar jaar geleden zichzelf begonnen. Hij heeft al bij grote organisaties gewerkt. En nu doet zelf begeleiding van mensen met autisme. En, maar dat doet ze op kleinere schaal dan? Ja, met een paar man. Met een oud collega sinds ze begonnen. Die werken dan voor de WMO met name. Ja. Dus, dus mensen die zorgen in Koep ook? Ja. Maar op kleine schaal, dat betekent denk ik dan dat ze... dat ze een cliënt veel meer aandacht kan geven dan dat bijvoorbeeld in... Is dat de toekomst? Ja, weet ik niet. Het is toch een trend van allemaal groter. En daar heeft het ook gewerkt bij grotere organisaties. Ja, dat voelde je helemaal niet meer prettig. En dan kreeg ze een gegeven moment een doelstelling. Ja, iemand zit hulp nodig en dan moest ze in 6 sessies moet klaar zijn. Ja, in een geval kan het wel, maar in een ander geval kan het niet. En dit is meer op maat. Dus als het klaar is, is het klaar. En dan kunnen ze het afsluiten. En als het nodig is, dan kan ze doorgaan. Ja. Ja. En ze heeft het heel druk. Te druk eigenlijk. Ja. Oh. Dus dan zei ik, ja, in het begin zou ik wel een opdracht krijgen. En op een gegeven moment gaat dat lopen. En dan komen er steeds meer. En dan gaat het snel. Van de ene gemeente naar de andere gemeente. En, ja. Maar het gaat goed. Dus, en wat ze toevallig waar ze nou is? Ja, bij een cliënt. Ik kan het in de agenda even kijken. Maar, nee, dat hoeft niet. Maar, in de buurt, ergens waar. Dus ik weet waar het is. Ja, mensen toe, ja. En wat duidt ze dan bij Eames toes? Nou, de cliënt dus inderdaad helpen met hoe kan ze de leven weer op orde krijgen. En hoe kan ze omgaan met die beperking. En mensen met autisme, ja, hoe zijn die geholpen? En ook de omgeving daarvan op de hoogte brengen. En als ze die mensen meer individuele aandacht geeft, zoals Nicole dat duidt, kunnen die mensen dan ook... in tegenstelling tot andere situaties langer of eerder zelfstandig wonen? Ja, dat is dan één voorbeeld. Maar ze kunnen vooral met hun leven door en meer inhoud geven. En die krijgen echt hulp. Hoe loop ik de problemen hoe ik tegenaan loop? Hoe kan ik die de baas weren? En dat werkt prima. In heel veel gevallen. En dichtstijds is natuurlijk voor 300% achter Nicole, of ja, niet? Ja, zeker. Ja, we hebben zelf een zoon. Ja, Jan is Bart nu? Bart is schikker 24. 24? Ja. En wie jij het met Bart? Op zich je het nog goed. Hij woont zelfstandig in Horst.
Of begeleid wonen, maar daar is dus hier een paar jaar het hoezoet. En ja, het op zich goed. Ja. En hij is happy ook toch? Ja. Ja? Ja. Ja. Wat duidt u vandaag? Zitten in een dagbesteding? Ja, in een dagbesteding, ja. Diverse plekken, zorgboerderijen, creatief atelier en bakkerij en zo. Ja. Nou is toch, weet ik toevallig, want ik probeer ineens een beetje in de gaten. Ik heb zelf ook een beetje ervaring met mensen met autisme, ADHD. Ja. Nou huurde ik laatst aan dat het gebruik van medicatie, dat is teruggelopen. Met bijvoorbeeld Ritalin of zo. Ja, dat heeft ons Bart nooit gehad. En we hebben ook altijd geprobeerd om de medicijnen te vermijden, zeg maar. Want dan gaan ze dingen onderdrukken. En als ze de omgeving zo kunnen aanpassen, dat ze dan ook het resultaat krijgen, dat is ik veel beter. Tenminste, zo zien wij dat. Ja. Kijk, als het nodig is, hebben ze het nodig. Maar we hebben het altijd zonder gekend. Een tietje heeft er wel een medicijn gehad, maar dat is ze hebben zo kort mogelijk gehouden. Terwijl de problemen op school en zo. Maar is dan die medicatie ook te snel voorgeschreven om dingen maar te onderdrukken? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen ervaring mee. Nee, maar voor ons is het gewoon als het zonder medicijnen kan. Want ja, als die mensen inderdaad, die zitten zo vol in en dan komt met allerlei emoties. En als dat iets onderdrukken, ja, wat doet dat dan met zo'n immers? Ja, maar dat is per geval anders. Mensen die heel druk zijn en die hebben er wel baat bij misschien. Maar ja, ik ben blij dat er niet aan de medicatie zit. En het gaat goed. Dus, oké. Okay. Ja. Ontzettend bedankt dat we ja. Even bij die... Ja, we hebben eigenlijk van alles behandeld en belicht. Ja, inderdaad. Maar ik was getriggerd door een aantal dingen, ook dat. Dus dat is het verhaal van Nicole. Mm-hmm. Ik hoop niet dat er nou nog heel veel meer mensen gewoon aankloppen bij u. Want Nicole heet het al zo druk. Ja, maar anders moet ze misschien maar gewoon een tweede persoon inhuren. Ja, dat kan ook. Hey, ontzettend bedankt. Nee, bedankt. Excuses voor de vergadering. Ja, ik kan er wel een mooi verhaal van maken. Ja, dat twijfel ik geen seconde aan. Ja.